En de volgende patiënt doet een opleiding voor doktersassistent, is 24 jaar. Welkom, Mariella. Hallo. Hoi. Dag. Ik val maar meteen met de deur in huis. Wanneer begonnen jouw klachten? Mijn klachten begonnen vorig jaar. En ik was toen met een vriendin aan het lunchen in een restaurant. En gezellig. Ja, het was het op dat moment nog, totdat de pijn begon. Het was echt hevige, intense buikpijn totdat die ik kreeg. Totdat de pijn begon. Ja. Ja, die lunch heb je denk ik maar laten liggen. Ja, we zijn best wel snel ook naar het ziekenhuis gegaan. Oh. En daar wisten ze eigenlijk niet zo goed wat ze met me moesten doen. Dus werd ik naar huis gestuurd. En uiteindelijk ben ik 4 keer in datzelfde weekend teruggegaan naar het ziekenhuis. En met die buikpijn de hele tijd. Ondertussen was ik ook echt misselijk van de pijn. Ja, de teams. Daar gaan jullie het voorlopig even mee doen. Okay. Succes. Eén ding is zeker, het is geen allergie. Want? Dat hadden ze in het ziekenhuis er al uitgehaald. Okay. Je moet dan een relatie met het eten of zou ook toeval zijn? Torsio, een appendix. Zullen we vragen wat? Oh nee, wat had je lunchje gegeten? Ja, had jij wel eens eerder kunnen doen? Ja. Wat doe jij altijd? Brunch en diner. Is er iets verwijderd? Juist. Ja. Een operatie gehad, ja. Dus darmen, maag, appendix. Blinde darm, levermild. Moet ik ook vragen. Ja. Ja, dat is je appendix, toch? Eigenlijk zou jij in het lekenteam moeten zitten, want jij wist eigenlijk als enige van het hele ziekenhuis wat er met jou aan de hand was. Ja, klopt. Ja, ik heb maandenlang een rondgang gemaakt door het hele ziekenhuis. Alle afdelingen, alle specialisten gezien? Verschillende specialisten gezien, inderdaad. En niemand wist eigenlijk wat het was. Hmm. En op een gegeven moment zeggen ze dan ook van, stel jij je niet een beetje aan. Oh, en toen dacht ik, ik ga zelf ook googlen. Ja. Even kijken. Goed zo overgevoelig, hè? Misschien een hele... Ja. Ah, daar komt ze. Oh, nu al? Ja. Hi. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Oh, wat fijn. 1 minuut. Ja. Probleem met je maag? Nee. Probleem met je darm? Nee. Was een probleem met je lever? Nee. Mild? Nee. Galblaas? Nee. Appendix? Nee. Ik hoor ook. Ja. Ben je onderzocht toen je naar het ziekenhuis ging? Ja. Je bent 4 keer teruggegaan? Ja. Dus de pijn was zo erg? Ja. Was het een krampende pijn? Nee. Was het een stekende pijn? Ja. Stekend pijn. Is het verholpen? Met medicijnen? Onder andere. Ook met operatie? Ja. Je bent geopereerd? Ja. Heb je iets weggehaald? Ja. Darmen niet, mild niet, lever niet, appendix niet. Slokdarm? Nee. Wat hebben ze dan weggehaald? Hebben ze gewoon iets geamputeerd? Gewoon zomaar. Is er iets weggehaald? Ja. Oh. Is het iets wat bij mij wel in mijn lichaam ook zit? En de tijd zit hier. Oh, shit, je blaast. Helaas, helaas. Oh, tijd zit erop. We gaan even de spreekkamer verder. Neem eens komt straks terug? Nee, we zijn nog niet klaar met jou. Misschien. We hebben natuurlijk gevraagd naar nieren. Weet ik wel niet. Hier. Als jij er klaar voor bent, dan mogen jullie. Zijn je klachten over? Ja. Ben je geopereerd? Ja. Is er iets verwijderd? Ja. Was je bij de chirurg? Ja. Is de gynaecoloog erbij betrokken geweest? Ja. Was je zwanger? Nee. Zat er ergens een steen? Nee. Zat er ergens is het een darmprobleem? Nee. Maar er is wel iets verwijderd uit je buik? Ja. Zat er een kieste? Nee. Blaas? Niet darm? Nee. Niet urologisch? Nee. Niet de blaas, nieren? Lymfklieren? Nee. Vetbuls? Nee. Een bloedvat? Nee. Een bloedvat? Nee. Waren er afwijkingen in bloed te zien? Nee. Een gezwel? Nee. 10 seconden nog. Absces? Nee. Een ontsteking. De chirurg heeft iets eruit gehaald. Maag? Ja. Nee. Iets met de maag? Nee. Wat zit er nog meer? Alvleesklier? Nee, wel gewoon. Nee. Nee. De wanhoop is in je ogen te zien. Ja. Maar jullie gaan het hier mee doen. Wat zit er nog meer in die buik? Nee, laat ons zien niet achter. Oh, ik weet het. Zo. Of ik weet het. Ja? Stop. Zo'n verdraaide eierstok. Ja, dat kan daar iets mee te maken. Dat kan namelijk onwijs pijn. Hier, wacht. Blaasontsteking, net had ik ook gevraagd. Situatiepijn. Hier, bekkenontsteking. Ik dacht nog aan een teratoom, zeg maar. Zo'n visgaatje. Huh? Een visgaatje. Tijdens lunch, plotseling. Ja, maar het had niks met de darmen te maken. Ja, dat is dan weer wel. Het zat in de buik, toch? Ja. Dus dan zouden een nier moeten zijn. Nierstenen. Nierstenen, maar die heb je toen niet zo. Soms open. Oh, ja. Dat kan misschien leuk, natuurlijk. Ja. We gaan de teams erbij vragen. Ja. Het is tijd voor de diagnose, teams. Ik hoef niet te vragen, jullie vonden het verschrikkelijk lastig. Ik zeg overal ontreddering en wanhoop, klopt dat? Veel wanhoop. Ja. 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 Is er wel overeenstemming tussen jullie? Ja. Dit keer? Ja. Dat is voor het eerst. Twijfel, consensus vanuit wanhoop. Ja. Wie weet waar het toe leidt. Laat jullie diagnose maar zien.
Eerst wil ik even kijken of jullie het zo weten, dokters. Kunnen jullie het lezen? Nefrolithiasis. Ja, wat is dat? Nierstenen. Het is toch ongelooflijk. Ongelooflijk. Nierstenen. Nierstenen. Ja, een hele pijnlijke aangelegenheid. Wat zeggen jullie? Wij denken dat het iets in wat in de darmen zat, iets in buik zat. Iets met de buik was het. Ja, corpus alienum, dus een vreemd lichaam, een vreemd voorwerp. Unidentified flying object. Ja, in de buik. Ja, zoiets. Dat is het. Nou, vertel het dan maar. Ik heb acnes. Wat? Het heeft met het buikwal, is een buikwandsyndroom wordt het ook wel bedoeld. Ja. Dus jullie zijn natuurlijk helemaal gefixeerd op alles wat in de buik zit. Ja. Maar we gaan zo even naar een hele verhelderende animatie kijken. Maar nog even dit. De stand is 3-1 voor de dokters. Acnes. Een val van de trap, een auto-ongeluk, een buikoperatie. Soms begint acnes met een lelijke opdater in de buikstreek. Maar meestal ontstaat deze intense buikpijn opeens, zonder duidelijke aanleiding. Door de messcherpe en vaak branderige pijnklachten kan deze buikpijn ondraaglijk zijn. De boosdoener is altijd een van de tussenribzenuwen. Die zenuwen lopen vanuit het ruggenmerg via de onderste ribben langs de buikspieren naar de buikwand. Helemaal in het laatste stukje van de zenuw, tussen de buikspieren en buikwand, ontstaat een beknelling. Typisch voor acnes is dat de pijnplek heel klein is en heel duidelijk aan te wijzen. De klachten verergeren meestal wanneer de buikspieren zich aanspannen. Even stofzuigen of een vuilnisbak buiten zetten en het lijf vergaat van de pijn. Bij ontspanning en slaap nemen de klachten weer af. Sommige patiënten hebben zoveel pijn dat hun leven op de kop komt te staan. Werken is dan bijvoorbeeld onmogelijk. Als zelfs verdovende injecties geen uitkomst bieden, dan is de laatste hoop gevestigd op operatief ingrijpen. Bij een klein percentage van de patiënten zullen de klachten nooit meer verdwijnen. En hoe gaat het dan nu met jou? Nou, gelukkig werd er blakend van gezondheid, zo ziet het ook uit. Dus ik kan me niet voorstellen dat je nu pijn lijdt. Nee, klopt. Het gaat nu heel goed. Ik heb 2 operaties gehad. Ja. En bij de laatste operatie lijkt het er eigenlijk nadat het geslaagd is. Dus jij ziet het nu een beetje als jouw taak om bekendheid aan die ziekte te geven? Ja, ik ben bezig om een website te bouwen. Die gaat binnenkort online. En dan wil ik eigenlijk goede communicatie aanbieden. En dat lotgenoten steun bij elkaar kunnen vinden. En dat was geholpen als de site er al was geweest. Hè? Ja, voor ons. Ja. Echt tijd. Maar wat een fantastisch initiatief. Heel veel succes ermee. Dankjewel, Mariella. Ja, dankjewel.